Een fantastische zomermethode is het vissen met de pellet wrangler. We zijn hier vandaag op de Kool. Het is volop zomer. En dit is de methode om in de oppervlakte vissen te vangen. Ik wil jullie graag meenemen met het vissen op de pellet wrangler. En bij de pellet wrangler zijn eigenlijk drie dingen heel erg belangrijk. Wat in eerste instantie belangrijk is, is de goede dobber. De pellet wrangler, waar de methode ook vanaf komt. Ik heb hier vier verschillende pellet wrangler's bij me. En die pellet wrangler's die kun je allemaal in een verschillende omstandigheid gebruiken. Ik heb hier een zelfgemaakte pellet wrangler. Dit is met name een zware pellet wrangler die geschikt is voor het vissen op een lange afstand. Ik heb hier verder nog drie doorzichtige pellet wrangler's die zeg maar verschillen in lengte en in dikte. Met name hier de grote pellet wrangler om ook op grote afstand te vissen. En om de vis niet te verjagen omdat hij doorzichtig is. Ik heb hier een kleinere pellet wrangler. Die maakt een kleine plonsje. Ook voor de korte afstand. En ik heb hier de kleinste pellet wrangler. Die maakt bijna helemaal geen geluid. En dat is belangrijk als de vis zeg maar, verjaagd wordt door het geluid. Een belangrijk ingrediënt dus een goede pellet wrangler. Verder wat belangrijk is een goede katapult. Met de pellet wrangler vis je op afstand. Vaak een meter of 20. 25. En omdat je constant bezig bent, het is een hele actieve visserij, moet je met de katapult dus je pellets wegschieten. Een goede katapult, die als je die goed uitstretcht, dat die ook precies op 20, 25 meter je pellets brengt, is ideaal. Het derde wat belangrijk is, zoals de pellet wrangler ook al aangeeft, dat zijn harde pellets. Nou, ik heb hier verschillende harde pellets, 8 mm. En de 8 mm pellet is eigenlijk wel de standaard pellet die er is. Het is een pellet die de nodige geluid maakt als het water raakt, dus vis aantrekt. En aan de andere kant is het ook een pellet die je gewoon goed op 20, 25 meter, ook als het een beetje waait, goed weg kan schieten. Dus de drie belangrijkste dingen, de katapult, de pellet wrangler's en natuurlijk de juiste pellets om succesvol bezig te zijn, zeker in deze zomer. Het is tijd om weer verder te gaan met vissen en kijken of we een paar mooie vissen kunnen vangen. Ik wil je een paar tips geven voor het vissen met de pellet wrangler. De eerste tip, kijk even heel goed naar de dobber die je gebruikt. Bij de meeste pellet wrangler dobbers kun je een plastic schijfje bevestigen. Dit is een anti-diving disc. De anti-diving disc is een heel belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat de dobber niet te diep duikt. Je vist in de oppervlakte, dus zorg ervoor dat de dobber ook echt in de oppervlakte blijft. En daardoor moet je dus de anti-diving disc gebruiken. Verder zitten er ook nog losse schijfjes bij de pellet wrangler. En die losse schijfjes zorgen ervoor dat je de dobber nog iets scherper kan uitloden. Als het echt heel goed gaat, heb je ze niet nodig. Maar soms kan het vissen een beetje lastig zijn. Willen de vissen niet volledig azen. En dan kun je met deze schijfjes de dobber nog iets scherper stellen. Als je goed oplet, heb je gewoon een heel scherp uitgeloten dobber en kun je maximaal het rendement uit je vissessie halen. De tweede tip gaat over het gebruik van het haakaas. Je voert doorgaans met 8 mm pellets. Je kunt natuurlijk heel goed zo'n 8 mm pellet op de haak doen. Maar er zijn ook dagen dat de vis liever een opvallend haakaas wil. Nou, ik heb hier een selectie van verschillende soorten dumbbells. Ik zie hier bijvoorbeeld oranje dumbbells, zwarte dumbbells en ook een wat grote en wat kleine witte dumbbells. En juist die verschillende kleuren en groottes kunnen op de dag het verschil maken. Kijk dus welke haakaas je wil gebruiken. Soms werkt dus gewoon de standaard pellet heel goed, maar op andere dagen kun je gaan voor een wat meer gekleurd exemplaar. De derde tip. Bij het vissen met de pellet wrangler gebruiken we dus harde pellets. Harde pellets willen soms nog wel eens licht van gewicht zijn. Ligt een beetje van welke producent je ze gebruikt, maar ze willen wat licht van gewicht zijn. Het nadeel daarvan is, als je schiet, dat de pellets alle kanten opgaan. Dat wil je natuurlijk niet. Er is een kleine truc om dat te voorkomen. Het enige wat je nodig hebt, zet een bakje water naast je. Dip de pellets in het water. Doe ze in de katapult. En als je ze dan schiet, dan zul je zien dat ze echt gegroepeerd bij elkaar in het water terechtkomen. Ideaal om een mooie voerstek te maken en je vissen daar te vangen.
De vierde tip gaat over het voeren. Het voeren is natuurlijk het belangrijkste bij het vissen. Want je wil de vis op je visplek krijgen. Bij de pelletwekker zijn er een aantal verschillende manieren van voeren. Je kunt twee keer voeren en dan ingooien. Of je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om in te gooien en dan te voeren. Er zijn natuurlijk ook nog wel wat mengelingen mogelijk. Voeren, ingooien, een stukje terugdraaien, weer voeren. En die methode hanteren. Kijk dus op de dag goed wat het beste werkt. Wat vandaag absoluut het beste werkte was twee keer schieten, ingooien en visvangen.